Hoi hoi, hier de YouTube video van ons, zoals beloofd. Dit is Macy, mijn lieftallige assistent. Ja. Macy moet nodig geknipt worden, dus dat komt helemaal goed. En geborsteld vooral, want ze heeft wel een aantal klitten. Ik weet niet of jullie die heel goed zien hier, maar dit is echt gewoon een bal. Als ik ook met de kam, ik pak altijd zo'n kammetje om te checken, dus echt met die ongelijke tandjes. Kijk. Dus hier dus ook, ik kom er ook echt gewoon niet meer doorheen. Dus het is nodig. Dit gedeelte ga ik met de borstel laten zien, met de handborstel. En de andere kant ga ik laten zien met de automatische borstel. Maar dat wordt een ander videootje. Ik ga alles doen met de groene Activet. Je hebt, zoals jullie weten, meerdere kleuren Activets. Je hebt de paarse, dit is de oude variant al. Maar de paarse, en die is al wat stugger. De rode is helemaal heel stug en de groene is lekker soepel. Ik gebruik het liefst zelf de groene Activet, puur omdat die gewoon lekker soepel is, flexibel. En je beschadigt gewoon minder snel de huid hiermee, omdat wanneer je wat harder drukt, dan krijg je gewoon snelle verwondingen met een paarse dan met de groene. Ik weet niet of ik dit doe, of jullie het zien. Kijk, als ik gewoon normaal borstel, dan krijg ik hier al krasjes. En op het moment dat je met de groene borstelt, heb je dat niet. Dus wat dan het fijne is aan die groene is, die is gewoon veel zachter dan dat de paarse is. En ook doordat de flexibiliteit anders is, heb je dus dat deze makkelijker door de vacht heen gaat dan deze. Deze zal zelfs wanneer er weinig klit of geen klit zelfs meer in zit, zal deze stukken er doorheen gaan dan de groene. En je wil juist dat het niet echt is dat je doedel er last van gaat hebben. Dus wat je eigenlijk doet, is je legt je doedeltje neer of je laat hem staan. Ik vind neerleggen het fijnste. Wat ik dan doe, is ik leg ze altijd even onderuit. Ik doe het even op deze manier. Normaal sta ik ervoor. Normaal sta ik daar. Dus dan heb ik zeg maar de pootjes aan elke kant. Maar dit doe ik eigenlijk eventjes zodat jullie het beste het kunnen zien. Daarna leg je met je linkerhand of je rechterhand eigenlijk een beetje welke hand je borstelhand is. De andere hand leg je haar omhoog en je gaat onder je hand zachtjes vandaan borstelen. Je ziet hier zitten klitjes. Zie je? Je ziet het gelukkig een hele mooie verkleuring hebben. En nou ga ik wel eventjes hier staan, want dan kan ik het zelf iets beter meekijken. Kijk, en wat je dus doet, is je houdt de vacht goed vast. Lukt het niet omdat het de hele tijd losgaat, hou je het gewoon even echt vast. En je hoeft niet te, zeg maar die te doen, maar gewoon dat je even het vachtje vasthoudt. Want doordat je het ondersteunt, hebben ze er minder last van. Goed, en je blijft net zo lang op hetzelfde stukje borstelen, totdat je merkt van, hé, het is er allemaal uit. Kijk, nu voel ik eigenlijk niks meer, je hoort ook niks meer. En dan ga je weer een laagje omhoog. En je doet een laagje omhoog pakken met je borstel. Nooit een laagje naar beneden met je hand. Dus gewoon een laagje pakken met je borstel. Kijk, hier zit een leuke klit. Goed hoor. Goed zo. Goed. En om jezelf te checken, vooral de eerste paar keer dat je dit doet, check jezelf echt en zorg dat je jezelf altijd blijft checken. Maar als je dit net aan gaat beginnen, het makkelijkste is dan om eventjes met de kam. Eventjes, oh ja, perfect. Ik kan er helemaal zacht doorheen. Ik voel helemaal niks meer, dan weet je dat je goed zit. Kijk, er zit ook al een beetje haar in je borstel. Hoe kleiner je laagje die je borstelt, hoe makkelijker en langer die uit de klit gaat en blijft. Dit is een tepeltje, jongens, dat jullie dat even weten. Goed. Ook reuzen hebben tepels. Daar weet ik wel een komisch verhaal over, maar zou ik er maar niet bij doen. Zo. Kijk, dus je blijft gewoon maar heel zachtjes borstelen. Kijk, nu komt er een beetje viezigheid. Goed, schat. En iedereen zegt altijd, waarom blijven jouw doedels zo braaf liggen? Nou, punt 1, ze hoeven het niet zo vaak. En punt 2, ik probeer het altijd zo zachtjes mogelijk te doen. En ze weten ook, op het moment dat ze klaar zijn, zijn ze klaar. En dan mogen ze weer lekker gek doen. Op het moment dat ik ze hier op tafel heb, dan moeten ze gewoon rustig blijven. En wat ik altijd heel graag doe, is echt een lijn maken, zodat je ziet
wat heb je geborsteld en wat nog niet. Dus je pakt gewoon de hele tijd ietsje hoger vast. Zie je? Dat je eigenlijk een soort van 2-3 centimeter onder je hand vandaan zit. Want dan krijg je dus ook heel duidelijk die duidelijke lijnen. In plaats van dat het dus eigenlijk eruit ziet alsof je denkt van... ik heb niet per se een lijn, maar dat is vaak als je hem hier hebt. Kijk, dan zie je ook eigenlijk je lijn niet meer. Heb ik hem hier, dan komt die lijn er veel strakker uit. Goed, schat. Ik ga het gewoon heel eventjes zo verder doen. Goed, liefie. Goed, zo. Goed. Kijk, want het duurt stiekem, de vrachtverzorging van je doedel, is best even een karwei. Daar ben ik heel eerlijk in. Je hebt gewoon best wel eventjes dat je de tijd voor moet nemen. Maar doe je dit één keer in de week, valt het reuze mee. Doe je het zoals mij al een aantal weken niet meer. In verband met dat ik het dus echt te druk had met de klantjes eigenlijk van anderen. Ja, dan is het inderdaad dat het minder makkelijk gaat. Goed zo. En ik heb er nu de vacht alleen maar vorige week gewassen. Puur omdat ze natuurlijk van de sudocreme en de medicatie best wel vies was geworden. Dus ik heb er even van tevoren gewassen. En nu maak ik dus het filmpje. En dan straks, wanneer ik er helemaal mee klaar ben, dan doe ik er weer opnieuw wassen. En daarna ga ik er knippen. Puur omdat de vacht zo, zeg maar, uit de klit gehaald wordt. Heb je gewoon dat die vacht wat meer open staat. Dus die moet even weer helemaal gevoed worden. Even weer terug. En dan gaat het eigenlijk vrijwel heel goed. Met dat je niet zo snel klitten terugkrijgt. Op het moment dat je na het klittenborstelen niet de vacht laat sluiten. Dus door of een anti-klitspray te gebruiken. Of te wassen. Eigenlijk bij het wassen moet je ook daarna een anti-klitspray gebruiken. Merk je gewoon heel erg dat die vacht uitdroogt van het borstelen. En dat je dus sneller je klitten weer terugkrijgt. Goed dan, Missy. Ja. Kijk, en dan laat ik er heel even iets omhoog komen. Zodat de lijn weer duidelijk wordt voor jullie. Goed. En ben dus goed voorbereid. Dat je dus niet alles tegelijk wil borstelen. Lara, kom. Niet alles tegelijk wil borstelen, maar echt eventjes je gedeeltes aanhoudt. Ik ben altijd van het heel systematisch borstelen. Dus waar ik altijd begin is onder op de buik tot het midden van de rug. Dan pak ik de achterpoot tot het midden van de rug. Dan het voorpootje met de hals en de helft van de koppie. En daarna pak ik de andere kant. Goed zo. Goed dan, Missy. Goed. Goed. Ja, kom. Meestal is hetzelfde als Doobie, die worden een beetje high tijdens het borstelen. Dus die kunnen je altijd zo helemaal verliefd aan gaan kijken. Maar daardoor vallen ze een beetje achterover, waardoor het minder makkelijk te zien is. Voor degenen die mee aan het kijken zijn. Goed zo. En wanneer je een filmpje maakt. En meest? En je ziet mij, ik ga dus ook echt niet zo snel verder omhoog. Ik doe dus echt gewoon een paar slagen op hetzelfde stukje. Voordat ik weer verder ga. Want het is namelijk heel, wat ik heel veel heb gezien. Is dat mensen denken wanneer ze dit doen. Eén slag dat het al voldoende is. En dan gaan ze zo. Maar dit, je ziet het. Dit is nog lang niet uitgeborsteld. Dus je moet echt net zo lang doorgaan. Totdat je geen gekraak hoort. Ik ga even stil zijn, dan kunnen jullie het echt horen. Zo, Missy, kom nou eens. Kom, zo. Kijk. Dan kan ik weer door. Zie je, en ik pak dus niks met mijn hand erbij. Ik laat alleen de borstel het werk doen. En je hoort een beetje geknaag op de achtergrond. De rest van mijn honden lopen hier gewoon rond en zijn aan het knagen op de botjes.
Maar normaal doet Macy het zelf ook. Nee, kom, even blijf. Anders zien ze het niet, schat. Ja. Het moet zichtbaar zijn. Ja, ik doe het juist voor mensen thuis. Ook wel voor jou natuurlijk, maar... Goed zo. Zie je, je blijft gewoon continu je lijntje houden. Goed zo. Eentje ziet ze achter. Ik kan het natuurlijk ook staan doen. En dan zie je het. Dus dan ga ik even iets omhoog zetten. Ik hoop dat hij het pak zo pakt. Zo, jongens. Zo. Kijk, want dan zien jullie ook dat het staand dus ook kan. Goed zo. Goed, meisje. Goed zo. Goed. En altijd, want wat je mij ziet maken is korte, snelle slagen. Wel tot op de huid. Hier komt weer een mooie klit. Zien jullie dit? Ja, is wel goed te zien. Hier zit weer een mooie klit. Nou, die hou ik dus even vast. En dan ga ik dus ook weer helemaal ontrafelen. Hè, Mees? Ik ben lekker verliefd aan het kijken, schat. Echt heerlijk. Heerlijk. Maar zo zie ik het eigenlijk zelf niet meer. Zo. Kijk, en je hoort dat hij nou bijna eruit is. En hij is weg. Als ik er nu doorheen ga. Ja. Perfect. Altijd jezelf blijven checken. En sowieso altijd blijven kammen daarna. Want tijdens de vachtwissel is het juist heel goed om even de kam daarna te pakken. Omdat je dan heel veel dode haartjes die losgeborsteld zijn. Maar net niet in je borstel zijn blijven zitten. Die pak je dus mee met de kam. Goed zo. Ik doe het altijd op het eind. Maar je kunt jezelf natuurlijk ook stukje voor stukje, als je bijvoorbeeld een centimeter of 2-3 hebt gepakt, dat je hem dan weer eventjes nakamt. Puur om jezelf voor te zijn dat je niet te grote delen tegelijk doet. Goed zo. Oh meisje, wat goed van jou meisje. En het is dus altijd positief blijven tijdens het borstelen. Op het moment dat je doedel eigenlijk niet meer mee wil werken. Kijk, en dat is makkelijk van deze borstels. Je kunt allebei de kanten gebruiken. Dus nu ga ik even de nieuwe kant even gebruiken. Hop. Zo. En normaal had ik natuurlijk die andere borstel. De oude Activet. Of de Le Pouche was dat volgens mij zelfs. Le Pouche is ook goed hè jongens. Groene Activet of groene Le Pouche is eigenlijk vrijwel hetzelfde. Alleen heet het merkje, of is het merkje anders. En de kleursamenstelling is anders. Goed zo schip. Goed. Goed zo. Kijk, en zo zie je, het is best wel een klitje, want je ziet hier ook nog geen huidgoed er tussendoor. Dus hier blijf je even net wat langer, totdat je hier ook echt een duidelijk lijntje huid krijgt. Kijk. Hier komt hij al. Goed zo. Eventjes hier. Kijk, en dan moet ik niet te ver deze kant op gaan, want hier moet ik natuurlijk nog. Dus hier laat ik hem nu even met rust. Ga ik wel even helemaal tot het midden van de rug verder. Kom eens, schat. Ga eens even zitten. Dan is het weer duidelijk zichtbaar, hè? Ja. Zo. Zo. Goed. Jongens, dat harde gekauw. Apie. Zo. En je gaat dus helemaal tot aan het ruggengraatje. Dus hier voel je, als het goed is, of je hond is te dik. Je voelt een ruggengraatje.
En tot daar ga je borstelen. Want dan weet je namelijk, als je de andere kant ook tot het ruggengraatje doet. En je gaat daarna één baan, zo. In kleine laagjes. Dan weet je zeker dat ze mooi aansluiten en je alles hebt gehad. Daarna natuurlijk met je kam even nakammen. Goed, zo scheet. En niet te snel willen. Als je te snel gaat, dan zul je ook gewoon jezelf vaker moeten nalopen en vaker moeten borstelen. Doe je het gewoon heel secuur en stukje voor stukje. En echt gewoon ja, bijna op een trage manier willen borstelen. In de zin van, je blijft 15 keer op hetzelfde strookje borstelen. In plaats van dat je eigenlijk in een no time omhoog wil. Dan zul je merken dat je veel minder snel hoeft te borstelen. Op het moment dat je eigenlijk te snel gaat, dus te grote lagen maakt. Dan zul je ook merken dat je gewoon over een week weer klitjes hebt. Op het moment dat je dus hele kleine laagjes maakt. En je checkt jezelf goed na met de kam. Dan zul je zelf merken dat je dus minder snel weer hoeft te borstelen. Omdat de klitten gewoon minder snel komen. Goed zo schiet. Goed. Goed zo. Eén keer in de week moet voldoende zijn met borstelen. Als je het niet met één keer in de week redt. Dan moet je eventjes wat beter kijken naar hoe klein deze laagjes zijn. En dus die iets beter gaan volgen. Dus niet te grote lagen, geen lagen van 2 centimeter, geen lagen van 1 centimeter. Laagjes van 2 tot 3 millimeter maximaal. Hoe kleiner je laagje, hoe beter je hem hebt uitgeborsteld en hoe langer uit de klit. Oftewel, hoe minder vaak op tafel. En hoe minder vaak je hem hoeft te clearen. Want laten we eerlijk zijn, ze willen allemaal liever in de bossen rennen dan dat ze hier op tafel zitten, toch? Goed zo, scheet. Goed. Goed zo. Zo. Zie je, en dan heb ik alsnog in een klein kwartiertje, nou ja, in een kwartier, heb ik eigenlijk de grootste gedeelte van mijn lijf al gedaan. Van de ene kant. Terwijl normaal zou je zeggen van nou, daar ben je toch wel even mee zoet. Je bent er ook wel even mee zoet, daar ben ik heel eerlijk in. Maar vind je niet dat voor een hond die zo in de klit zit, dat je best wel snel er doorheen gaat? En dat is puur kleine laagjes, dan ben je het snelste klaar. Grote lagen moet je jezelf heel veel terug gaan lopen en controleren. Plus, je bent sneller weer aan een borstelbeurtje toe. Goed zo, scheet. Goed. Goed. Zo. Kijk, dan pak ik even de kam. Even zo. Kijk, en dan kom ik vanaf tot waar ik heb geborsteld. Eventjes checken of ik overal mooi doorheen ben. Nou, perfect. En je kan niet zo. Niet zo, want dan zit hij altijd vast. Je kan er recht doorheen. Niet zo. Zo, recht door de vacht heen. Goed zo. Goed zo, Macy. En echt tot op de huid. Dus je zet hem ook echt neer. En je glijdt met het lichaampje mee. Of zijn lichaampje. In dit geval is het een teefje. Dus nou kan ik zeggen met haar lichaam. Goed zo, Macy. Kijk, want nou weet ik zeker dat dit hele stuk perfect is uitgeborsteld. Kijk, en zoals je ziet, er zit toch wat haar dus in, terwijl ik al alles heb geborsteld. Dus, daarom is het zo belangrijk om je werk te checken. Makkelijkste manier, wip het gewoon omhoog. Hop. En dit is, oh, valt op de grond. Kijk, dit is alleen maar van dit stukje. Jullie zagen net, mijn borstel was leeg. Nu is die vol. Oké, pootje in de volgende video.